Het Haagse Heijs dat speelt in de witte shirts komt flitsend uit de startblokken. Want na 3 minuten is het raak. Jasper Kik kort voor de goal. En de voorsprong. De assist van Melisand. En een lekker begin dus voor Den Haag. Overtal situatie voor de Flyers, de regerend landskampioen. Marco Posma met de gelijkmaker. Maar Den Haag komt nog in die eerste periode terug. Sander van der Schuit. Uitstekende snelle break en de voorsprong dus voor Heijs. Tweede periode van Bentham achter de goal. Slordig gespeeld. Overname van de Flyers. En daar is de gelijkmaker. De Slowaak in Heerenveense dienst, Bezak. Hij maakt de 2-2. Face-off. Het schot van afstand. En de Canadees Turcotti met de 3-2 voorsprong voor Heerenveen. En dan lijkt de wedstrijd gespeeld. Opnieuw die Slowaak, Bezak. Met de 2-4 en er is geen houden meer aan. Heeft zelf de interceptie. En maakt het dan feilloos af. 4-2 voor Heerenveen dat eerder dit seizoen ook al de beker won. En dan lijkt het sprookje van een herhaald landskampioenschap voor Heijs, dat ze haalden in 2013, definitief voorbij. Want hier is de genadeklap. 5-2 voor de Flyers. Posma is de naam. Schot van afstand. En de landstitel gaat naar Heerenveen. Kan Den Haag nog iets terug doen? Nee. Het aftellen is begonnen. De wedstrijd zit erop. In eigen huis wordt Heerenveen opnieuw landskampioen. En notabene een oud-Hagenees. Tony Demmelin met de beker.